lieve mensen van het Goede Leven. Ik maak vandaag een video die speciaal terugkomt op de video van vorige week. De video van vorige week die ging over hoe je moet omgaan met negatieve mensen in je omgeving. Hoe kan je ze positiever maken? Hoe kan je hun een spiegel voorhouden? En ik kreeg heel veel reacties onder die video van mensen. Nou ja, aan de ene kant mensen die dachten, hé, maar ik ben eigenlijk zelf eigenlijk ook best wel negatief. Bedoel je mij? Nou, nee, ik bedoel niet dat soort mensen. Met negatieve mensen of energiezuigers bedoel ik echt die mensen die gewoon eigenlijk best wel pestgedrag vertonen. Daar wil ik het vandaag niet meer over hebben, maar ik kreeg heel veel de vraag. Ik denk heel veel negatief. Hoe zorg ik dat ik positiever ga denken? Nou, ik denk natuurlijk heel erg positief, maar ik moet jullie wel meteen zeggen, het is lang niet altijd zo geweest. Ik heb zeker hele positieve ouders, maar ik weet nog toen ik acteerde was het allemaal heel moeilijk en was ik echt ja, gewoon vooral heel erg aan het kijken naar wat er allemaal miste in mijn leven. En wat er allemaal niet goed ging. En eigenlijk daardoor dacht ik van wow, weet je wel, dit is toch niet hoe het zou moeten zijn. En daardoor ben ik begonnen met Sani zoekt geluk, of eigenlijk met mijn zoektocht. En pas jaren later ben ik met Sani zoekt geluk begonnen. Maar er zijn een hele hoop dingen die je kan doen om het te trainen. Als je echt positiever wil leven, kan je dat absoluut veranderen. Absoluut. Het is echt onzin dat je daarmee geboren moet zijn. Ik weet dat. En ik moet zeggen dat Jorg was ook niet de meest positieve persoon op aarde toen ik hem ontmoette. Het was een hele leuke jongen. Alleen, ik merk wel dat hij nu nog veel meer positief in het leven staat. Dus dat is goed nieuws. En ik heb gewoon een paar dingen voor mezelf opgeschreven. Misschien dat ik ook af en toe even moet spieken. Van wat heeft er nou voor gezorgd dat ik zelf in ieder geval positiever ben geleefd. Of wat ik denk dat helpt. En een van de dingen is toch wel het boek The Secret geweest. Omdat ik in dat boek heb geleerd wat kwantumfysica is. Dat is een natuurwet. En die gaat over, dat is geen geloof of zo, dat is gewoon echt een wet. En er zijn steeds meer onderzoeken worden er gedaan om natuurlijk te bewijzen dat het zo is. Want mensen dachten eerst, ja, als ik denk aan iets, dan kan het toch niet realiteit worden. Maar in wezen is dat wel zo. En natuurlijk, als ik nu ga denken aan een rode Ferrari, dan staat die niet binnen een seconde naast me. Maar kwantumfysica, of de wet van de aantrekkingskracht, de law of attraction, die zorgt ervoor dat, nou ja, alles wat je denkt, dat is energie. Alles wat jij bent ook energie. En alles wat jij denkt, dat trekt het gelijke aan. Dus als jij heel erg angsten uitstralen bent of aan het denken bent, dan zal je ook meer situaties en meer mensen in je leven trekken die daarop inspelen. Dus negatieve situaties en negatieve mensen. Als jij heel erg veel positieve vibraties, zie jezelf als een soort radiozender die continu iets aan het uitzenden is. Als dat positief is, dan zul je merken dat er ook meer positieve dingen jouw kant op komen. En het is niet dat je daarin kan kiezen. Het is gewoon zo. Of je hier mee bezig bent of niet, maakt niet uit. Maar het is een feit dat als jij met negativiteit jezelf omringt en heel veel negatieve gedachten hebt, dan zul je ook veel meer negatieve dingen en situaties in je leven meemaken. Of je het nou wil of niet. En dit besef heeft er bij mij wel heel erg voor gezorgd dat ik natuurlijk niet meer negatief wilde denken. Want ik dacht, oh jee. Oh jee. Oh nee. Niet negatief denken, want dan trek ik nog meer afwijzing aan en nog minder geld. En dan heb ik geen huis, et cetera. Dat waren mijn struggles in het verleden. Dus dat heeft mij in eerste instantie heel erg bewust gemaakt. Probeer maar eens een week lang niet negatief te denken. Dat zou wel een mooie challenge zijn. Dat jij probeert een week lang geen enkele negatieve gedachte te hebben. Nou, dat is natuurlijk super moeilijk, maar probeer het eens. Als je echt positiever wil leven, zorg dan dat je je helemaal doordrenkt met positiviteit. Dat je daar helemaal mee bezig bent. En probeer echt eens een keer al die negatieve gedachten uit te schakelen. Want op het moment dat je dat niet meer mag van jezelf, ben je ineens bewust van, wow, hoe vaak je het eigenlijk doet. Dus net zoals dat je wil stoppen met roken of met chips eten. Pas als het echt niet meer mag van jezelf, besef je hoeveel trek je de hele tijd hebt daarin. Waar ze in The Secret ook heel veel op terugkomen, maar in elk boek, ook Think and Grow Rich, in elk zelfhulpboek, wat je maar tegenkomt, wat je maar leest, en ik heb er inmiddels veel gelezen, gaat het altijd weer over dankbaarheid. Want wat doe je met dankbaarheid? Je verandert je vibratie, je verandert je frequentie, je verandert wat je uitzendt, zeg maar, het gevoel. Dus op het moment dat jij dankbaar bent, dan kan je niet negatief zijn. Je kan geen negatieve gevoelens hebben als je dankbaar bent. Je kan niet depressief zijn als je dankbaar bent.
Dus dat is een super krachtige oefening om heel veel mee aan de slag te gaan als je echt jezelf zo negatief vindt. Ik heb toevallig net op Terschelling een oefening, een dankbaarheidsoefening opgenomen. Dus die zal ik volgende week wel even posten. Maar ga daarmee aan de slag. En het kan zo simpel zijn als in een boekje het opschrijven, weet je wel. Dus je zult merken dat hoe meer je bezig bent met dankbaarheid, hoe meer je de hele kleine dingen in het leven gaat waarderen. En hoe positiever je dus gaat kijken naar alles om je heen. En ik heb het al heel vaak gezegd, dit dankbaarheid, maar ik blijf het maar gewoon zeggen, want het is de kracht van herhaling. Doe het! Je kan niet, als je echt vindt dat je negatief leeft en dat alles in je leven slecht gaat, dan kan je niet verwachten dat je met zo'n heel klein dingetje dat het dan verandert, weet je. Je moet er wel wat voor doen. En nou ja, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat als je dan die moeite neemt om er wat voor te doen, dan is het wel echt waard. Want je zal merken dat je leven veel meer in een flow komt. En je zal merken dat je gaat beter voelen over jezelf. Je gaat meer goede situaties aantrekken. Je krijgt ineens hele leuke mensen om je heen. En dingen gaan veel meer vanzelf. Dus je merkt dat je iets nodig hebt. En heel toevallig komt er dan iemand op je pad die je daaraan kan helpen. Dat zijn allemaal hele leuke dingen die er gebeuren als jij bezig bent met goede vibraties. En ja, helaas gebeuren er nou eenmaal negatieve dingen in ons leven. Maar zelfs daar kun je iets positiefs uithalen. Dat zou ook al een hele krachtige situatie kunnen zijn. En dat heb ik echt, of een situatie, krachtig ding kunnen zijn. Dat heb ik ook echt van mijn ouders geleerd. Je kunt uit elke situatie, hoe slecht ook, kun je nog iets halen van positiviteit. Echt waar. Zelfs als mensen overlijden, zelfs als mensen super ziek zijn, dan zijn ze misschien uit hun lijden verlost. Dan is het tijd voor hun om verder te gaan. En voor jou, ja, het hele leven gaat natuurlijk, het hele leven is een les. We zijn hier helemaal niet per se om te doen wat we nu aan het doen zijn. We zijn hier vooral om te leren. Dus probeer als je in een moeilijke situatie zit, toch eens te gaan kijken van, hey, wat is er hier te vinden wat nog wel positief is? Je kan het ook vergelijken met een feestje, is misschien een goed voorbeeld. De verhalen van een feestje of een festival kunnen soms zo verschillend zijn. Want iemand die heeft bijvoorbeeld een vechtpartij meegemaakt en dan vraag je, goh, hoe was dat festival? Nou, het was echt verschrikkelijk en mensen gingen vechten en ze waren zo agressief. Terwijl een ander, dat gebeurde in de linkerhoek. En een ander die keek misschien meer naar rechts. En aan de rechterkant was iedereen leuk met elkaar aan het dansen. En dan vraag je aan diegene, goh, hoe vond je het festival? En diegene zegt, nou, het was zo leuk. En iedereen was zo leuk met elkaar aan het dansen. Dat kan jij ook doen in je eentje, weet je. Waar kies je voor? Waar wil je op focussen? Kies je voor om het slechte te zien? Of kies je ervoor om het goede te zien? Je kan nu bepalen om het goede te zien. En laten we het eens hebben over emoties. Emoties vinden we vooral heel erg vervelend. Behalve als je misschien klaarkomt, dan is het een leuke emotie. Of voor zover het een emotie is. Maar over het algemeen denken we bij emoties moeilijk, ingewikkeld. Terwijl je ook uit emoties iets moois zou kunnen halen, iets positiefs. Je kan ze heel erg waarderen, want emoties vertellen jou iets. Emoties vertellen je wat je niet meer moet doen. Of met wie je beter niet meer kan omgaan, omdat je daar te veel pijn van krijgt. Het waarschuwt je ergens voor. Dus probeer een emotie ook eens te waarderen. En echt van, ah, oh, wat fijn. Zeg je tegen je emotie, wat fijn dat je me dit kan laten zien. Op die manier ben je dan ook al daar positiever mee bezig. En iets wat je ook positiever kan maken, maar dat is meer in het moment, is als je muziek aanzet. Ik heb laatst een video gemaakt over wat ik heb geleerd van Tony Robbins. Want ik was naar zijn seminar in Londen geweest. The Power, Unleash the Power Within. En een van de dingen die ik ontzettend van hem heb geleerd is dat emoties eigenlijk gewoon een biochemische storm in je brein zijn. En jij kunt die veranderen. Dat chemische in je lichaam, eigenlijk die hormonen. Hoe verander je dat? Door je staat te veranderen. Hoe kan je die veranderen? Door bijvoorbeeld te gaan dansen, door heel dankbaar te zijn, door gewoon even alles door elkaar te schudden in plaats van erin te gaan zitten, eruit te stappen. Ik link nu hier deze video, kijk hem nog een keer en probeer dat eens uit, want dat heeft voor mij de laatste tijd ook super veel gedaan. En wat wil ik nou nog meer zeggen? Als je positiever in het leven wil staan, dan is er nog iets wat je heel erg kan helpen daarbij en dat is letten op je eigen taal. Want taal is ontzettend krachtig. Wat je uitspreekt is eigenlijk ook een vibratie. En dat trek je dus ook aan. Dus als jij zegt, ik hoop niet dat het gaat regenen. Waar denk je dan aan? Aan regen.
Dus je kan beter zeggen, ik hoop dat de zon gaat schijnen. Of als je denkt, ik hoop niet dat hij me gaat afwijzen, dan denk je aan afwijzen. Heel veel mensen die openen hun brievenbus en die denken, oh, laat er alsjeblieft geen rekening in zitten. Nou ja, wat denk je dat erin zit? Je kan beter dan met liefde denken van, ja, ik ontvang geld. Ik krijg geld terug, weet je wel. Visualiseer dan dat soort dingen. Alles wat je niet wil is wegduwen en toch ook aantrekken. Dus je kan beter denken aan wat je allemaal wel wil. Dus je denkt niet aan, ik wil me niet zo voelen, maar ik wil me niet zo slecht voelen. Ik wil me heel goed voelen. En je kan beter niet denken, ik wil meer afvallen, maar ik wil me gezond, fit en sterk voelen. Ik wil me krachtig voelen en ik heb een sterk lichaam. Dan krijg je ook, daar zit ook energie achter. Dan heb je ook veel meer zin om te gaan sporten misschien. Dit zijn allemaal dingen die voor mij heel goed werken. Maar ik probeer ze niet, hoe zeg je dat? Dit zijn dingen die, dan gebruik ik weer eens de ene methode, dan weer eens de ander. Weet je, dat zolang je het bewustzijn hebt van, hey, ik ben negatief aan het denken, zijn dit dingen wat je ermee kan doen. En als laatste is er ook nog iets wat ik doe, maar die is wat vager. Ik visualiseer vaak een soort van ei om me heen. Je hebt natuurlijk een aura en je aura reikt tot een bepaalde hoogte is het niet, maar wijdte. En als je je heel erg zwart voelt en heel erg zwaar en verdrietig, dan helpt het wel eens om, het verschilt per persoon of het helpt, maar dan kan het helpen dat jij heel veel licht visualiseert. Dus je sluit je ogen en je denkt alleen maar aan licht, licht, alsof je in een Harry Potter film speelt en er komt een soort lichtbolletje en die ploep, die raakt jou aan en jij vult je helemaal met licht en alles is licht om je heen. Dan kan dat ook helpen door dat te visualiseren. Dus ik zou eigenlijk zeggen, experimenteer ermee. Ja, nee, ik laat het hier even bij voor vandaag. Als laatste wil ik je nog vragen om nu te besluiten om niet perfect te zijn. Jij bent niet perfect. En dat is helemaal goed. Dat was hem. Als je dit een leuke video vond, doe je duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En ik zie je volgende week weer. En dan heb ik een leuke dankbaarheidsoefening voor je. Doei doei, fijn weekend. Fijn weekend, het is geen weekend. Maar goed, fijne vrijdag. Doei!